Sociaalgeograaf en journalist Floor Milikowski, hartelijk welkom. Dankjewel. Een klein land met verre uithoeken. Onder die titel deed u eerder al onderzoek naar de tegenstelling, laten we zeggen grofweg, tussen stad en platteland. Dat onderzoek gedaan hebbend, is deze verkiezingsuitslag van afgelopen woensdag voor u een verrassing? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. En dat verbaast me eigenlijk met name dat mensen zo verbaasd zijn. Omdat we het afgelopen jaar, zeker de afgelopen maanden, stonden de kranten en de talkshows en alles was vol met die hele analyse, hè, over die toenemende kloof en die verschillen op al die verschillende niveaus, op al die verschillende segmenten en die fragmentatie. En dan toch de dag na de verkiezingen is iedereen ineens heel verontwaardigd van wat is hier gebeurd. Ja. Terwijl we zagen het best wel aankomen. Laten we even kijken naar een kaartje van de NOS waarop staat hoe die verschuiving naar rechts heeft plaatsgevonden. Je ziet daar die donkerblauwe gebieden. Dat zijn de gebieden waar de verschuiving naar rechts met name heeft plaatsgevonden, toch? Ja, dat is, kijk. Dit is wat verder weg vanuit de Randstad geredeneerd. Ja, nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat er steeds meer. Je ziet de afgelopen 30 jaar, zie je heel nadrukkelijk dat werkgelegenheid, kapitaal, talent, economische dynamiek zich clustert op een paar specifieke plekken in het land. Hè, rondom Amsterdam, Utrecht, ook Brainport-regio Eindhoven gaat natuurlijk supergoed. Rotterdam gaat steeds beter, maar ook een stad als Groningen stad gaat heel hard. En er zijn alle andere delen in het land die echt achterop raken, die in verval raken, waar de perspectieven steeds minder worden. En daar voelen mensen zich heel erg in de steek gelaten. En kennelijk voelen zich die echt niet meer gehoord door de gevestigde partijen. En die zoeken hun heil elders. Laten we het vergrootglas er even opzetten. U kijkt ook in uw boek naar de stad Emmen. Ja. Drenthe, oosten van het land. Wat is daar aan de hand? Nou, Emmen was een klein dorpje na de Tweede Wereldoorlog. Weinig ambitie, weinig pretentie, gewoon een dorp zoals vele anderen. En toen hadden we ineens een heel ander. Toen kregen we ineens het hele welvaartsverdelingspolitiek, hè, in Nederland. Toen is er met hulp van de Rijksoverheid enorm geïnvesteerd om dat Emmen op de kaart te zetten als ineens een middelgrote industriestad. Het moest op een gegeven moment echt zelfs gaan uitgroeien tot 100.000 inwoners. Dat hebben ze niet gehaald. Maar het is wel heel snel uitgegroeid tot van een dorp tot een stad. Met fabrieken, met allemaal trek vanuit de rest van het land naar Emmen toe. Hè. Van ook arbeidsmigranten vanuit de andere delen van de mooi wereld. Dus, eigenlijk. Ging hartstikke goed. En toen kregen we vanaf begin jaren 80 ineens ander beleid. Nou, daarvoor waren al de fabrieken deels gesloten, hè, omdat de industriële economie in Nederland in verval raakte en de fabrieksarbeid verdween naar lage lonenlanden. Dus ja. Daar zaten ze al in Emmen mee, dat die fabrieken sloten, dat ineens dat fundament onder dat succes wegviel. En toen veranderde het beleid in Nederland ineens ook van het versterken van kansarme delen van het land, wat we dus na de Tweede Wereldoorlog heel bewust zijn gaan doen, ja, naar het versterken van de meest kansrijke delen van Nederland. Ja. U heeft het daarover Gerrit Wagner, die was een top man van Shell en die werd gevraagd begin jaren 80 tijdens van het kabinet Van Agt om een advies uit te brengen over hoe je Nederland verder zou kunnen opstuwen in de vaart der volkeren. En hij zei letterlijk: don't back the losers, but pick the winners. Ja. Dus toen is de aandacht eigenlijk ook in financiële zin, in stimulerende zin, weggegaan van de regio en naar de Randstad? Ja, we hadden te maken met een economische probleem, hè, in Nederland. Veel werkloosheid. De omslag van een industriële economie naar een diensteneconomie, naar een kenniseconomie, ging in Nederland best langzaam. We zaten best wel vast. En toen inderdaad Wagner, die kwam met een advies namens zijn commissie. En die zei inderdaad heel nadrukkelijk: je moet niet meer inzetten inderdaad op dat versterken van die kansarme delen. Je moet in die globaliserende economie, je moet gaan concurreren als Nederland zijnde. Je moet mee in de vaart der volkeren. Dus je moet je eigen kracht als Nederland gaan zoeken. En daar moet je in gaan investeren. En toen zijn we heel bewust in Nederland. Heel logische gedachte. Heel logische gedachte. Daar valt ook van alles voor te zeggen. Hè? Dat die keuze werd gemaakt. Daar is op zich, valt daar veel voor te zeggen. Mm-hmm. Het gaat ook heel goed met de Nederlandse economie als je kijkt naar groeicijfers en dat soort dingen. Maar wat toen niet genoeg gerealiseerd is, of waar we te laat achter zijn gekomen, wat we te laat erkend hebben, is dat dat heel erg grote gevolgen heeft voor die delen waar dus niet op is ingezet. Hè. Dus welvaart neemt toe in Nederland, maar niet voor iedereen? Nee, dus we hebben heel bewust ingezet op de regio Amsterdam-Schiphol, hè, de luchthaven, de gateway to Europe en naar de rest van de wereld. Rotterdam met de haven hebben we heel expliciet op ingezet. Veel geld en energie naartoe gegaan. Met de Tweede Maasvlakte ook. Brainport-regio Eindhoven heeft zichzelf eigenlijk op eigen kracht, vanuit een bijna faillissement van de gemeente Eindhoven begin jaren 90, hebben die zich ook helemaal ontwikkeld tot een economische kernregio. Dus daar gaat die aandacht naartoe. Ja. En je ziet dat er die trek naar de stad, die al inderdaad een aantal decennia heel nadrukkelijk gaande is, die heeft een heel selectief karakter. Dus hoogopgeleide, getalenteerde, ambitieuze mensen die trekken komen
naar die specifieke locaties toe en die trekken weg uit die andere delen van het land. Nou, over dat beleid gesproken, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind en wat ook hier in Buitenhof al eerder ter sprake is gekomen, is hoe ook de overheid via fondsen heeft gestimuleerd. Hè? De aardgasbaten die kwamen in een bepaald fonds terecht, FES, en daarmee werd infrastructuur, maar ook andere zaken, werden daar gestimuleerd. Van dat fonds, met vele miljarden aardgasbaten gevuld, ging 1% naar de 3 noordelijke provincies. Ja. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze daar denken, ja, hallo. Ja. Deden wij nog mee? Ja, nee, deden wij er nog toe? Ja, en dat merkt je. Kijk, ik ben voor mijn boek ben ik inderdaad het hele land doorgegaan en ik heb heel veel bewoners en bestuurders en ondernemers gesproken. En ik moet steeds denken aan wethouder Bouke Arends, toenmalig wethouder Bouke Arends in Emmen, die al een jaar of 10 of 9 geleden tegen mij inderdaad zei, ze moeten niet verbaasd opkijken als hier een opstand uitbreekt. Ze staan altijd met hun gezicht naar de zee en met hun rug naar de provincie. En dat wordt zo diep gevoeld en mensen voelen zich zo oprecht in de steek gelaten, over het hoofd gezien. En het is gewoon ook feitelijk waar, hè, dat er inderdaad zoveel meer geld naar al die succesvolle plekken toe gaat. Ook met een reden, hè, dat is te verklaren. Maar we hadden echt al veel eerder moeten erkennen dat dat leidt tot grote problemen in andere delen van het land. Wat al, weet je, een krimpregio heeft ook heel veel geld nodig om voorzieningen op peil te houden, de woningvoorraad op peil te houden, om de leefomgeving op peil te houden, om toch iets van economische dynamiek te creëren. Maar dan zie je dus nu die verschuiving naar rechts, hè? Veel stemmen op de PVV. Hoe zit dat in Emmen? Weet u dat uit uw hoofd? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Volgens mij Forum ook veel, dacht ik. PVV en Forum hebben daar volgens mij heel goed gedaan. Maar moet je dat dan zien als een soort stem uit verontwaardiging over veronachtzaming? Ja, dat is dus wat die wethouder Bouke Arends toen al zo oprecht zei. Ze moeten niet verbaasd opkijken als hier een opstand uitbreekt. Je zou dit kunnen zien als die opstand, zoals je ook de boerenprotesten zou kunnen zien als die opstand, hè, die al lang sluimerde. En het is natuurlijk, weet je, als je in Emmen woont en inderdaad de toekomstperspectieven van jouw kinderen zijn gewoon veel minder goed dan de kinderen die geboren worden in de betere buurten in Amsterdam of in Utrecht, omdat zij in de juiste netwerken, met goede onderwijsmogelijkheden, met goede carrièreperspectieven, alles in de schoot geworpen gekregen, bijna, hè? Terwijl je weet dat als je inderdaad laag opgeleid, middelbaar opgeleid in Emmen bent en de werkgelegenheid komt daar maar niet op gang en er is vanuit Den Haag gewoon eigenlijk jarenlang nauwelijks aandacht geweest voor die groeiende problemen, ja, dan snap ik dat mensen heel boos zijn. En ik vind het ook hinderlijk dat er vanuit de vakwereld al heel lang gewaarschuwd wordt hiervoor, hè? Dat het ook in verschillende rapporten natuurlijk al bij verschillende kabinetten beland is en dat er dan zo weinig mee gebeurt. Ja. Wat u eigenlijk zegt is, krimp in de regio is een beleidskeuze. Ja, dat is niet helemaal waar, omdat die trek naar de stad natuurlijk ook echt door de mensen zelf, overgang van een industriële economie naar een kenniseconomie heeft van een specifiek type steden echt clusters, economische clusters gemaakt. Dus daar zijn de goede opleidingsmogelijkheden, daar is dus het talent en vervolgens trekken bedrijven daar allemaal naartoe. Hè. En dat versterkt zichzelf, dus die kansrijke of die ambitieuze mensen trekken weer naar die steden en dat is een enorm zichzelf versterkend proces. Maar dat hebben we ook met beleid verder versterkt. Mm-hmm. Dus we hebben die economische clusters nog sterker gemaakt en we hebben geen aandacht besteed inderdaad aan de gevolgen voor die andere delen van het land. Krimp, weet je, dat is op zich prima. Dat hoeft niet een probleem te zijn. Als je wel zorgt dat die krimp gepaard gaat met goed beleid, waardoor die krimp niet zorgt voor enorm verval van de leefomgeving, toenemende werkloosheid, het verdwijnen van basale voorzieningen. Dus krimpen kan je wel accepteren, dat hoeft niet erg te zijn. Maar er is ook investering voor nodig om krimpen met kwaliteit te doen. En dat gebeurt natuurlijk niet in al die dorpen waar de scholen verdwenen zijn, in al die dorpen waar winkels verdwenen zijn, voorzieningen verdwenen zijn en waar mensen dus ook boos van worden. Eventjes, wat is nou de oplossing? Hè? Ze zitten daar straks aan die formatietafel. Wat kun je doen? Want je kunt, er is geprobeerd in het verleden bijvoorbeeld ook om de PTT naar Groningen te brengen. Het CBS ging naar de Mijnstreek. Dat is niet altijd een succes geweest. Wat moet je doen? Ja, je moet investeren in de regio. En dat betekent inderdaad niet weer op die manier zoals we dat in de vorige eeuw hebben gedaan. Hè. Dus inderdaad niet dat soort diensten ineens gaan neerzetten op een plek waar ze verder geen economische dynamiek creëren. Maar je moet
het interessante is wel, die terugtrekkende Rijksoverheid, die heeft eerst op heel veel plekken in het land voor een soort van apathie gezorgd. Hè, en verontwaardiging van, hallo, jullie hielpen ons altijd, nu trek je je terug, we moeten het zelf doen. En je ziet nu de afgelopen jaren dat er overal in het land, ook op de meest krimpende plekken, dat er allemaal nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, nieuwe samenwerkingen ontstaan om daar wel degelijk inderdaad van alles nieuws te creëren. En dat moet je heel slim, je moet daar goed naar gaan kijken, je moet dat goed in kaart gaan brengen, je moet heel goed gaan luisteren naar wat zich afspeelt in het land. En dat moet je stimuleren. En dat gebeurt nu. De regio-deals van het afgelopen kabinet, die doen dat al wel. En dat zou je op een grotere schaal eigenlijk verder moeten. Maar even concreet, bijvoorbeeld, in het gesprek eerder kwam al te sprake die Lelylijn. Ten opzichte van vliegveld Lelystad dan. Nou ja, dat is natuurlijk niet per se die keuze. Maar de Lelylijn snelle treinverbinding door de polder naar de noordelijke provincies. Is dat een manier om te zeggen van, nou, en nu trekken we die regio daar wel mee? Ja, infrastructuur is een hele belangrijke, heeft een hele belangrijke functie. En dat is van alle tijden, hè, dat wegen of spoorlijnen of wat dan ook, dat belangrijke handelsverbindingen kunnen worden. Hè. Want je handel kan niet plaatsvinden als er geen verbinding is. Dus die Lelylijn, los van het feit dat die al 50, 60 jaar beloofd wordt en dat je als Rijksoverheid gewoon een rol hebt om verschillende delen van het land met elkaar te verbinden. Ja, kan dat inderdaad echt positieve effecten hebben voor dat noorden van het land. En dat is beter dan verbonden met de Randstad, maar kan ook beter weer verbonden worden met het noorden van Duitsland, eventueel Scandinavië. Maar hoe kijk je daar dan naar? Want wordt bijvoorbeeld dan meteen gezegd, ook door sommigen, over zo'n traject als die Lelylijn, ja, maar dat is niet rendabel. Nee, dat is te duur, dat kunnen we niet doen. Nee, en in die zin kan ik me ook wel vinden in sommige partijen die hun partijprogramma's niet laten doorrekenen, omdat ze zeggen, wij staan niet achter de manier waarop we de dingen berekenen. Omdat je natuurlijk, soms kan je je ook afvragen, moet het op die specifieke manier rendabel zijn? Of zijn er andere neveneffecten of factoren die... Waar denkt u dan aan als het niet om geld gaat, als het niet om economisch gewin gaat? Perspectief bieden, hè? Perspectief bieden, het gevoel geven dat mensen ertoe doen. Inderdaad, het gevoel geven dat de mensen die in het noorden van het land opgroeien of wonen, dat die verbonden zijn met die delen van het land waar het inderdaad altijd het feest is, hè, dat ze kunnen profiteren. Je hebt wel weer een lastig verhaal, want stel zo'n Lelylijn, bij wijze van spreken, die gaat via Drachten, Heerenveen naar Groningen. Maar die gaat niet naar Emmen bijvoorbeeld. Hè? Dus voor Emmen heb je het risico dat dat juist verder leeg wordt gezogen. Omdat bedrijven en mensen dan weer meer naar die stations van die Lelylijn toetrekken. Dus het is een ingewikkeld vraagstuk. Je zult nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Overigens, we hebben het steeds over de verre regio. Over Emmen, over de noordelijke provincies. Ver overigens geredeneerd vanuit de Randstad, waar wij ons nu bevinden. Maar het is niet alleen die regio, hè, waar de tegenstelling is tussen stad en platteland, waar die verontwaardiging heerst ook. Nee, nou, je ziet het. Het gekke is dat je ziet het inderdaad. Hele perifere regio's, hè, die slecht verbonden zijn met het landelijke netwerk. Dus het is ook, weet je, rondom Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen, het verre zuiden van Limburg, hè, waar ze heel erg worstelen met die landsgrens om zich heen, het sluiten van die mijnen. En waarmede door die grenzen lukt het hun niet om goede economische dynamiek daar creëren op regionaal niveau. Maar je hebt ook op regionaal niveau weer, hè, dat je juist dorpen of steden hebt die het heel goed doen en dorpen en steden hebt die het heel slecht doen. Binnen steden, hè, heb je juist de plekken door dat die marktwerking die ervoor heeft gezorgd dat er clusters van sociale huurwoningen ontstaan en clusters van hele dure woningen, waardoor de problemen zich ophopen in bepaalde delen van de stad en juist de kansen zich ophopen in bepaalde delen van de stad. Dus het is echt een mozaïek. En het zit hem heel erg in weer, ja, het idee van we moeten samenleven. Weet je, ook die verontwaardiging over al die Forum voor Democratie-stemmers en PVV-stemmers. Denk ik, ja, maar ga dan eens luisteren naar die problemen. En ik vind het in die zin heel verstandig dat mevrouw Thijssen net op uw vragen niet meteen beantwoord. Nee, we moeten die veestapel halveren. We zullen het echt polderend met elkaar toch weer moeten doen. En we moeten inderdaad niet alsmaar maatregel op maatregel. Er is zoveel goede wil overal in het land om die stappen vooruit te zetten. Maar je moet het toch met elkaar gaan doen. En niet allemaal top-down opleggen wie wat hoe het moet gaan doen. En dan geloof ik echt wel dat inderdaad die goede wil er overal is om samen tot oplossingen te komen. Ja, goed. Ze zijn nu in het katshuis, hè? De bewindslieden. Ja, dus die hebben waarschijnlijk geen tijd gehad om naar u te luisteren. Ja, dat zullen ze vast wel terugluisteren. Kunnen ze het nalezen? Ja, ze kunnen boek, online alles terugzien een tegenwoordig. Een land met verre uithoeken. Ja. Floor Milikowski, heel hartelijk bedankt voor deze analyse. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.